komende 2 dagen varen de leden van de Dordtse Roei- en Zeilvereniging door de havens van de stad, de binnenhavens van de stad, om te proberen 800 kilometer door de stad te varen. Op de houttuinen zie ik ook roeiboten en nog meer. Wat kunt u daarvan vertellen? Ja, dit is een evenement dat vooral met historische schepen gevaren wordt. Sommige schepen zijn 100 jaar oud, andere zijn 80 of 90 jaar oud, misschien zelfs al over de 100. Maar we zijn natuurlijk geen roeivereniging voor mensen die graag in historische schepen varen. Dat is een extraatje, dat is leuk. Maar we zijn natuurlijk vooral een vereniging met moderne vloot en moderne schepen. En we hebben dus een wat moderne roeiboten staan. Dus ook een heel bijzondere die daar staat. Maar we hebben hier ook een mooie zeilboot staan voor mensen die volwassen zeilders willen hebben bij onze vereniging. Jullie willen ook naar buiten treden. Jullie willen leden. Volgens mij maken jullie er een mooi weekend van. Dat zeker, ja. Maar we vinden het leukste dat de mensen langs de kant naar die leuke bootjes kijken. En dat ze ook een beetje kijken op de borden van wat voor scheepje vaart daar nou. Wat is de scheepswerf die hem gebouwd heeft. Een beetje die historie erachter. En er is natuurlijk ook een prijsvraag. Prijsvraag? Ja, een prijsvraag. Want we hebben een heel bijzondere gast aan boord van een van de schepen. En nou is de prijsvraag om te achterhalen welk verhaal, welk Dordts verhaal daarmee te maken heeft met die gast. Zeg, de roeiers zijn allemaal binnen. De 800 kilometer is gehaald, hè? Ja, zeker. Ruim zelfs. Nou, in de historische vloot zaten roeiers van de Koninklijke Dordtse Roei- en Zeilvereniging. En we hebben ook één boot meegevaren, dat was de Jan Pasman. Dat is niet echt een historische boot, maar dat is een boot die is aanpasbaar voor mensen die op een andere manier moeten roeien. Misschien met net iets meer ondersteuning, of met één arm, of met een stoeltje waarin ze vastzitten, of met een been dat wel of niet gestrekt kan worden. Dat is een aanpasbare roeiboot. En die heeft ook het hele weekend meegevaren. Ja. Ja, Stardo is ooit een keer ontstaan uit een idee van de Koninklijke Dordtse Roei- en Zeilvereniging plus een hele belangrijke organisatie in Rotterdam. 40 jaar geleden, de Stardo viert ook een lustrum dit jaar. En dat is dus echt speciaal roeien voor mensen die een beperking hebben, bijvoorbeeld visuele beperking of maar eenzijde kunnen gebruiken of bijvoorbeeld wat astmatisch. Maar tegenwoordig verleggen we ook de blik meer naar mensen die wat ouder worden en misschien wat minder tempo kunnen draaien, wat meer ondersteuning nodig hebben, zijn leden van de Dordtse, die worden dan ook lid bij Stardo. We hebben ook mensen die tijdelijk niet zo goed kunnen sporten vanwege een operatie die ze hebben gehad, omdat de ademhaling misschien even weer op gang moet komen. Nou, die kunnen ook tijdelijk bij Stardo varen, want daar wordt het roeien aangepast aan wat iemand nodig heeft. In half uur gegroeid. 11 kilometer? Ja, we hebben het hele de Voorstraathaven en de Wijnhaven rondgeroeid en dat 3 keer. Ja, dus had u nog problemen? Nee hoor. Nou, ik bedoel eigenlijk met onder de bruggetjes door en nee, zo. Nee, want we hebben een bepaalde manier om de riemen eruit te halen als ze heel wijd uit staan. En dan kun je door smalle bruggetjes heen. Het is allemaal goed gelukt. Allemaal goed gelukt. Niks geraakt aan de kant. 800 kilometer. Voor het goede doel, hè? Ja. Zo is het goed hoor. Zo is het.